Mijn naam is Louis. Dat is mijn naam, dat is mijn noemen eigenlijk zo. De officiële voornaam is Ludovicus. Ik leef momenteel al 18 jaar buiten de straat. Ik heb 6 jaar buiten de straat geslapen. Zomer en winter. Vriesweer of geen vriesweer, dat zit me niet. Regen of geen regen, ik ben altijd aan je praat. En als er mensen bij zijn nu met miserie, zal ik die mensen helpen. Je moet leven van uur tot uur, want als kan niet op het plein. Als ik schrik. Ik kan er zelfs gaan zitten en bij nu kan ik niet dood zijn. Dan kan je niet aan de Nijven komen, je pakt je een revolver boven en schiet me neer. Dag jonge mannen. Ja, hè. Ik ben op straat gekomen door een drank. In de jaren 80 heb ik toch op een paar uur tijd 4 bekken bier en 4 flessen sterke drank gedronken. Ik was toen in het Belgisch leger en dan in de kantin kocht een pint 3 frank. En dan ging ik met een hele groep in en kwam pinten pakken. En, ja. Mijn vader was gestorven en dan heb ik terug bij mijn elk. Ik heb thuis bijgewoond. En ben ik helemaal ziek gevallen. En ik moest maar antibiotica nemen. En ik dronk dat bier op. En ben ik in het ziekenhuis beland. En ze zijn eigenlijk aangeklaagd geweest van een Belgisch leger van een drank. En daar heb ik een jaar in het ziekenhuis gelegen en zijn buiten gegooid. En dan heb ik geen inkomen meer. Sorry. Had ik geen inkomen meer en had ik ook geen. En je werkt niet meer dus. En geen huis niet meer. Dan moest ik ergens in gaan. En dan ben ik hier straal beland. En dan gaat het blijven zitten. Moet je mij geen schrikken met een masker? Ik heb geen vader, moet je geen schrikken? Nee. Waarom ging je niet lopen van mij dan? Waarom ging je dan lopen? Waarom ging je dan lopen van mij? Een scherm die billetjes vallen. Ik ben eigenlijk geboren als boerenzoon. En ik was al 8 jaar moest werken op veld. Dus ik heb nooit jeugd gehad. Ik was van mijn 12 jaar al zelfstandig. Ik kookte mijn eigen eten. Breien, aken. Ik heb mijn lage school afgemaakt. Maar mijn middelbare school helemaal niet. Ik heb er goed mee van de school te gaan. Ik zeg altijd, en nu nog altijd, uit de schoolboeken leren is heel gemakkelijk. Maar de werkelijkheid is heel anders. Daar heb ik zelf ondervonden. Hey, alles goed man? Ja. En 3 sigaretten. Alsjeblieft. Wacht even. Ja, dank u. En alles goed voor de rest? Ja, natuurlijk goed. Dat moet, hè? Ja, een beetje. Anders komen we nergens heen. Ja, graag. Anders komen we nergens heen. Max? Ja. Ik ben katholiek opgevoed. Nu ben ik ook nog katholiek. Maar nu de laatste jaren heb ik, en omdat ik zoveel vrienden heb bij de moslims, heb ik in 2 gesplitst. Ik ben zowel christelijk als moslim. Ik zal ik wel meedoen met de christelijke godsdienst, met de vaste. Ik doe ook mee met de Ramadan. Dag jonge dame. Goedemiddag. En heb je het gedaan met school? Ja, ik ga naar huis. Ga nu naar huis en er waren examens. Sorry? Er waren de examens. Dat moet nog komen, hè? Ah, dat is een ding dat in januari pas. Ja, januari. Ah, ik ga dan voor jou. Goed. Dank u.
Maar dit moet je zelf doen, hè? Ga je best. Altijd. Hoi, goede meisje. Hier kan ik niet drinken. Ik doe het nooit. Ik ga altijd een vuilbak drinken. Kijk, als ik de pint ga halen in een winkel, ik ben lopen onderweg, ik drink alleen aan een vuilbak, ik gooi de wind in de vuilbak weg en dan kom ik hier terug zitten. Als je hier komt zitten, ik zit, en drink daar een pint leeg, dan krijg je van de mensen iets. Dan zeggen ze altijd zo, kom dan, schoon van een drink, schoon van een drink. En als ik daar zit, dan niet. Dat is helemaal zo. We gaan naar de vuilbak zitten. Dat vriest niet en dat sneeuwt niet. Dat is prettig. Dat moet sneeuwen en dat sneeuwt niet. Dat is nog geen sneeuw nu. Dat is kappertjes. Die filmen daar ze. Die filmen daar. Die mesken hier. Dat is super, jongen. En ze willen met een sneeuwbal gooien. Met mij. Ik vind het niet grappig. Het leven op straat, dat is zowel mentaal als fysiek heel zwaar. Mentaal, dat wil ik maar zeggen, ze kunnen aanbreken tot op de grond. En fysiek, in de knieën, in de wippen en de rug, die lijden eronder. Hey, alles goed? Goed, hè? Hier was ik kwaad. Dan moeten we leren leven met uitschelden. Uitschelden doen ze, dat kan iedereen gebeuren. Dat kan iedereen doen. Als je me altijd in mijn gezicht ga werken, verstap mijn klak weg, dat wel, maar voor de rest eigenlijk. Trek me nergens niet aan. Je moet zorgen, je moet laten zien dat je geen schrik hebt van iemand, niet. Je moet ook geen schrik hebben van de weertypes. Je moet bij jezelf blijven. Dag jonge dame. Hier is gewoon kontjes. Leuk dat ik een verjaardag heb. Dank u jongen, dank u. Bedankt. Dank u. En gewoon een moedertje? Ja. Dus een man een goeie dag, hè. Ik wil u een polletje nemen. Ik vind een keer lief van u, hè. Ja, best leuk. Jij ook, hè. Op 7 oktober 2006, om 8:30 morgens, liet de man een drugskoppel 2 kinderen achter. Kinderen van 1 jaar en kinderen van 5 jaar. Ik weet goed niet wat er overkomt, dat is wel hem. Ze zat niet achter. En als iemand die buiten de stad leeft, en ik gewoon niet weet wat hij wat met me ontvangt met de kinderen. Ik heb de ouders van de twee kinderen aangesproken en hebben gezegd, ja, mijn mama en papa zijn nu wagen gaan plaatsen, maar dat kan niet. Je komt uit het centraal station en is gezegd dat ze drugs gaan halen waren. En ook als die kinderen al 2 dagen niet hadden gegeten. En dat is dan heel tristig. Als volwassen mensen die kunnen eten, is dat niks. Maar een kind niet kunnen eten, dat vind ik heel tristig. Dat vind ik heel tristig. Dat heb ik achteraf gehoord, dat, en ook gelezen via de krant, dat thuis bij hun dingen, een hele, ik zou zeggen, een varkenstal was. En ik heb ook te weten komen van het pleeggezin nog, dat
Maar de plichting ging op met mij. Dat komt er op mij, de plichting. En iemand in het begin, dat die kinderen bij de plichting waren, moesten in bad. Maar het oudste, die kon niet tegen warm water tegen. U had alleen maar was met koud water, dus die zei dat jongen verkeerd. En die kregen thuis geen warm eten. Af en toe is een botrammetje. Dat is ook alles. Van het school 21 IC trein naar Brussel, de short was uit van 5:17. Nou, toen alles de mensen teruggekomen zijn, hoe die reageerde toen, was eigenlijk heel erg in orde. Die kwam naar mij vragen, waar zijn de kinderen? Hij is meegenomen in de politie. Maar was er kwaad, hè? En ze waren mij geslagen en heeft ze hem dan niet gedaan. Dat hebben we niet gedaan. En mensen zijn langsgekomen om om 11:30 middags. En bij de politie zijn ze toegekomen om 13:30 middags. En dat is ieder nog ingaan drie in de zakken zitten. Dus ze zijn inmiddels de boekjes ingeslagen. Die kinderen hebben toen eerst nog bij de politie gezeten, bij de politie. Dan heb je in het ziekenhuis gezeten van het OCW. Om te kijken wat ze niet mankeerden. En dan zijn die een paar dagen later zijn er plegers ingebracht. En dan zitten ze nog altijd. Zie je? Ja, dank u. Allee. Ik zal ook wel een harde kies de sect geven. Ja, ja. Maar we moeten lachen met die kans. Dat vind ik wel schoon gemokt. Zijn kijk toch precies. Ja, dat vind ik wel. Trots op mijn leven. Weet je. Ik ging trots op mijn eigen zelf. Hetgeen ik echt graag zou willen, dat zou dingen. Als school die vragen zijn. En natuurlijk zelf kinderen. Hè. Goedemorgen, alles goed hier? Goedemorgen. Dag. Ja, dank u wel. Dat is een stukje wel plezier gedaan. Als ze er wezen. Dat is een goede masker. En hoe gaan we de rest? Hoe gaan we de rest? Goed, maar ik moet weg. Mijn bank is verhaast. Ik moet helemaal nog in erachter. Oei. Hou de goed en we stonden erop, hè? Ja. Allee, zie je dat hem veel centen verdient, hè? Ja, dat spat geen rol in, hè? Hey. Dat lukt wel. Is het klaar, want ik kan me een lakste lang niet houden. Hey. Allee. Ja. Meske. Klaar? Oké. Nou weet ik, hou de goed, hè? Ja, oké. Ja. Hoe is het met jou? Goed. Je zou het werken? Nee, nou, niet vriezen. Ik zal zeggen dat we samen op de film staan. Doet dat. Ja. Oké? Okay. Ja, beste meske. Dag. Tot mijn kerstmisavond kom ik, hè. Ik heb een boek geschreven. Dat is... Die boek is zelf gekomen door de uitgeverij. De uitgeverij die heeft mijn verhaal ook allemaal gelezen in de krant en gehoord op tv en alles. En op de radio. En die wou daar een boek over schrijven, maar ze zo school. En eigenlijk, dat vonden ze een mooi verhaal. En daarmee moest dat komen. Bij mij is het goed geweest, dat wel. Omdat ik dan zo'n beetje. Ik heb eigenlijk zo'n beetje alles van af kunnen schrijven. Als ik dat niet had gedaan, dan krop ik alles op. Sneeuwt dat, schatje. Ja, kom hier, jij. Nee, ik wist dat. Allee, Verretta. Hoe dat bang. Nee, heb ik bang. Ik wil niet doen. Ik kan dat niet tegen, dat weet ik. Dat weet ik wel. Daarom ik het wel doen. Als jullie het nu gaan voorlezen, dat is iets van, kijk, iedereen heeft dat. Iedereen kan iemand helpen. Iedereen.
Jong en oud. Rijk of arm. Iedereen kan iemand helpen. Dat heb ik toen geschreven. Toen de kinderen hier bij mij hebben geweest. Er woont een kloontje in mijn hart. Heel speciaal en heel apart. Ben je verdrietig en moet je wenen, dan ga je hem altijd even lenen. Hoe erg het ook mag zijn, mijn kloontje doet wonder, groot en klein. Hij is altijd lief, zonder iets te vragen. Met mijn kloontje in je armen, hoef je het niet meer te klagen. Hij maakt je weer blij en welgezind. Mijn liefste schat en tofste vriend. Hij is altijd goed voor iedereen die hem van mij leent. Geef hem geen mens die zich nog zorgen maakt of om iets weent. Geef hem terug als je hem niet meer nodig hebt, want ik mis hem snel. Hij geniet mij steeds zo wonderwel. Mijn kloontje, oh, zo lief en heel apart, hoort thuis in de kamer van mijn hart.